Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop, it's Ultrex, de enige echte. Nou, jullie zullen wel denken van, hey, ik zie geen intro meer. Ik zie het begin, zie ik, van ja, spelletjes die ik altijd speel. Dat klopt, de intro die is weg, zoals er al meer dingen weg zijn. Weg, Foetsie ermee. Banner, ook weg. Ik heb nieuwe banner gemaakt. Hij is nog niet helemaal klaar. Komt nog één dingetje bij. En ik ben dus bezig met een nieuwe banner. Of een nieuwe intro ben ik bezig. De banner ben ik nog bijna klaar mee. En ja, ik ben een beetje aan het vernieuwen. Ik ben een beetje aan het opruimen. Een beetje aan het vernieuwen. Ik zit niet lekker helemaal, want ik zit in het donker, jongens. Ik zit in het donker. Waar kan ik nou? Kijk, hier kan ik wel staan, maar ja, dan moet ik staan. Maar in ieder geval, ik ben dus aan het vernieuwen, ben ik. De GTA livestreams zijn er ook niet meer. Die ga ik tegenwoordig eerst opnemen voordat ik die speel. En ja, er gaan nog een aantal andere dingen gaan er veranderen. Ik ga het alvast binnenkort ga ik een vlog opnemen met de mensen. Ja, het is niet echt heel erg spectaculair of zo, maar in ieder geval de mensen met wie ik ja, dit jaar ja, pretparkseizoen 2020, laten we het zo maar even noemen, pretpark 2020, ja, met wie ik dit jaar alles ga opnemen. En die video die ga ik nog maken, die komt eraan. Er komt ook nog een video, die heb ik opgenomen van de storm. Oh, nou heb ik alweer gespoilerd. Nou, dat is ook alweer weg. Alles is gewoon weg vandaag. De gas, de doekies, alles is gewoon weg. Trapje in de keuken. Alles is weg. Nou. De keukenrol, de blender, de citruspers, de losse kapstokken, plates, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal en 10 gastendoekjes. Die zijn ook weg. Dus ja, dat gaat ook allemaal nog komen, allemaal. En ja, het komt allemaal wel goed. Ik ben in ieder geval heel erg van het vernieuwen. En ik was ook een beetje de oude intro, als ik een beetje zat. Ik heb nou al een hele tijd heb ik die intro heb ik al. En ik heb op een gegeven moment die intro had ik toen gemaakt. En ja, op een gegeven moment had ik wat beelden weggehaald, weer nieuwe beelden ervoor teruggezet. En ja, op een gegeven moment, na 2 jaar, dan is het wel eigenlijk klaar. Voor mij was het wel zelfs al 2 jaar dat ik mijn intro gedaan heb. Dat heb ik nog nooit zo lang gedaan. 2 jaar met een intro gedaan. Dus een nieuw muziekje wil ik eronder hebben. Ik wil nieuwe beelden eronder hebben. En ja, dat is eigenlijk alles een beetje wat er gaat komen. Binnenkort dus een video met wie ik dus 2020 ga opnemen. En ja, we gaan weer een hele lijst gaan we weer doen. Natuurlijk weer heel veel kermissen. Dus ik hoop dat Ger en Ricardo ook weer van de partij zijn. Nou, dat zal zeker weten, want ik had Ger al gesproken. En ja, we gaan ook weer een hoop. We gaan ook weer een hoop pretparken doen. Ik zat nog te denken aan die video van. Dit was 2019. Met Kevin. Dat Kevin zei van. God, wat hebben we dit jaar eigenlijk een hoop gedaan? Dat is ook zo. 2019 hebben we ontzettend veel gedaan. Maar in 2020 gaan we dat gewoon weer overdoen. En ja, ik wil gewoon weer. Ja, alle pretparken wil ik weer doen. Ik wil bijvoorbeeld weer naar. Ja, Duingel wil ik gewoon eigenlijk dit jaar ook eigenlijk wel weer gaan doen. Ik wil dit jaar ook wel weer naar Bobbejaanland. We gaan dit jaar ook natuurlijk naar Toverland gaan we weer. En ja, er zijn. Misschien in ieder geval 1, denk ik. En misschien 2 nieuwe parken die we dit jaar gaan doen. Dus zeker te weten, ja, blijf kijken gewoon. En dan zien jullie allemaal vanzelf. Zien jullie allemaal wat er gaat gebeuren. Ja, ik had een vlog nog gemaakt over de storm. Die komt ook nog online. Maar die komt dus eerst online. Die komt pas online als de. Nieuwe intro klaar is. Ik wil gewoon een nieuwe intro, wil ik gewoon al heel snel klaar hebben. Ik maak wel even, toch wel eventjes van, nou, ik zal deze video even maken.
Dan weten jullie in ieder geval weer dat ik druk bezig ben. Ja, jullie zagen het eigenlijk al, hè? Aan de banden al. Banden helemaal veranderd. Zo'n camouflage leger dingetje vond ik ook wel eens een keer leuk om te doen. Daar ben ik al een paar maanden mee bezig. En ja, volgens mij is die wel aardig gelukt zo. Hij is wel aardig netjes geworden. Dus ja, gaat allemaal goed komen. Ik moet heel snel opschieten, want ik heb nog maar acht minuten om te filmen. Want mijn batterij is bijna leeg. Ik heb de batterij niet meer opgeladen. Nou, binnenkort gaan we ook weer naar de Efteling toe. Komt ook weer een vlog van. Wanneer weet ik nog niet, maar dat komt al heel snel binnenkort weer. En ja, van de zomer, als het jaar weer zover is. Ik wil eigenlijk ook nog een keer naar Slagharen. Maar dan moeten we even kijken hoe we dat doen. Is wel eentje rijden, maar ja. We hebben vorig jaar ook Plopsaland de Pannen gedaan. Dat was ook een ontzettend eind rijden. Maar ja, het is wel ontzettend leuk om ook eens een keertje een ander park te doen dan alleen de Efteling. Ja, ben ik eigenlijk vorig jaar mee begonnen. Want ik had vorig jaar had ik echt het gevoel van, ja, ik zit nu eigenlijk alleen maar Efteling te doen. Elke keer maar Efteling vlogs. Elke keer. Ja, wordt altijd wel goed bekeken. Efteling vlogs zijn leuk. Efteling vlogs zijn tof. Trek veel kijkers aan. Maar het is ook leuk om eens een keertje een ander park aan te doen. En daarom hadden we dus vorig jaar hadden we dus Toverland hadden we nieuw. Plopsaland de Pannen hadden we nieuw. Als het goed is gaan we dit jaar gaan we ook weer naar Plopsaland de Pannen. Moet ik er even met de jongens over hebben. Maar ja, in ieder geval komt er weer een hele hoop leuke dingen aan. En het is nog maar februari is het. Maar ik ben nu al eigenlijk bezig. Ik was vorig jaar laat. Maar dit jaar ben ik eigenlijk al bezig. Of nu ben ik eigenlijk al bezig voor dit jaar. Om te kijken, ja, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. In ieder geval, ja, een hoop leuke dingen weer. En ik hoop dat Kevin ook het einde van dit jaar in de, dit was 2020, zegt van, joh, dit jaar hebben we ook weer een hoop gedaan. Want ja, het is gewoon altijd leuk. En natuurlijk ook de kermissen is natuurlijk altijd fantastisch met Ger en met Ricardo. Die komen ook sowieso natuurlijk weer terug. Den Bosch, Roosendaal, Oosterhout. Jongens, waar ben ik allemaal nog meer geweest? Zoetermeer, Rotterdam. Ja, dat waren echt wel hele leuke kermissen om te doen. Ik heb er nog veel meer gedaan. De Lier heb ik gedaan. Dus gewoon door het weer. Het is natuurlijk ontzettend rot weer is het. Ik heb enorm gewaaid. En als het goed is komt er aankomend weekend komt er weer een storm. Dus ja, we gaan het allemaal wel zien. In ieder geval dus heel veel nog nieuwe dingen dus op mijn kanaal nu. GTA is dus veranderd. Is voortaan geen livestream meer. Ik ga niet meer livestreamen. Ik ga die van tevoren opnemen. En dan ga ik een soort best-of ga ik maken. En ik was eigenlijk nog met iets anders van plan. Maar dan moet ik nog heel eventjes naar kijken hoe we dat gaan oplossen. In ieder geval dus genoeg om naar te kijken. Thanks for watching. Blijf geabonneerd. En ja, jongens, ik zou zeggen, duimpje omhoog. Abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet dat belletje ook niet. Dat is heel belangrijk. Door je als eerste op de hoogte houden als er weer een nieuwe video of livestream is. Thanks for watching allemaal. En ik zou zeggen tot de volgende vlog. En als het goed is zit dan de nieuwe intro erbij. Jongens, hoi hoi. Bye.